Ik wil al de leden bedanken die een interruptie hebben gedaan. En dan wil ik antwoorden op hetgeen lid Sampi naar voren haalt. Dat ik hier onzinnigheid uitkrijg en dat ik niet hier moet komen praten met de geloof. Voorzitter, het lid Sampi is de laatste die hier zijn mond moet openmaken. Weet u waarom? Weet u waarom? Wanneer je nauwelijks hier in het parlement zit en je begint al gronden voor jezelf aan te vragen. En je begint jezelf gronden toe te laten kennen. We zijn het niet vergeten. Dus ik ga op het overige wat je hebt aangehaald, voorzitter, via u. Laat me dat via u stellen. Het overige wat het lid heeft aangehaald. Het is voor mij ook allemaal onzinnig, dus ik ga daarop niet in. Maar we zijn niet vergeten dat je voor jezelf bent begonnen te zoeken naar gronden en je bent je volk vergeten. Ten tweede, dat is één, voorzitter. Ten tweede, wanneer u hier in het parlement zit en u schaamt zich vanwege uw geloofsovertuiging, dan zeg ik één ding. Dadelijk, jongens, ik sting. De kerken wachten ook op u. Het lid Jordan geeft aan dat ik heb aangegeven dat er geen projecten zijn gedaan. Dat heb ik niet gezegd. Daarom zeg ik, u moet goed luisteren. Nederlands spreken en Nederlands praten zijn twee. Nederlands horen en Nederlands luisteren zijn ook twee. Voorzitter, dat weten we. Dat u ook sommige projecten aan het doen bent. Maar dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar wat we ook weten, en daarom ga ik verder niet ingaan op wat het lid gezegd heeft, want we mogen niet in een conflict geraken. We weten ook dat wanneer het lid de vraag stelt aan de minister Ross ten aanzien van de 8 miljoen van Pan American, dat het lid ook in een van die huizen woont. We weten dat ook. En daarmee wil ik u bedanken, voorzitter. De overige vragen gelijk naar de regering. Echt, wat bereiken we hiermee? Is dit het niveau van maar het parlement? Maar dat is niet meer goed, hè, voorzitter. Mijn god. Willen we hiermee onze... Ik zou adviseren, echt. Mike Rus, lid Jordan. Je hebt het recht om te reageren, maar ik zou je echt adviseren om het niet te doen. Om niet te doen, ja? Goed. Ja, goed, dank u wel. U bent klaar? Ja, goed. Dank u wel voor uw bijdrage. We gaan luisteren naar de fractieleider. We moeten niet blij zijn. Echt waar, wat we hier presteren. Leden Mike Rus in de zaal. Ik ga even kort schorsen. Ik schors voor enkele ogenblikken. Ja. Kom weer tot waar we waren gestart om een constructieve bijdrage te leveren. Ja? We gaan alles neutraliseren, maar voor nu gelooft u mij, we gaan wel vergaderen. Ja? Sorry. Ik ga naar lid Moabali. Nee, mijn ook in de wans maak kan sporen morgen. Let me op Ali. Ga jezelf corrigeren. Let Sabayo. Krijg daartoe de ruimte. Let Sabayo. Voorzitter, ik wens een punt van orde te maken. Mijn verontschuldiging voor het opheffen van mijn stem. Maar... Ja, sommige zaken moeten eventjes van het hart. Maar voorzitter, wat ik wil aangeven is dat ik me wel bedreigd voel. Want nadat ik mijn betoog heb gedaan, dan vang ik hier op dat de vicepresident
bepaalde uitlatingen doet. En ik wil hem dus vragen met alle respect dat hij dat niet doet, omdat ik hier ben om mijn werk te doen. En dat wij mogen zeggen wat wij moeten zeggen in dit huis, want dit is het werk wat goed, wij moeten dank doen. U wel. Dus ik voel me bedreigd wanneer ik bepaalde uitlatingen hoor. En dan weet Suriname, als er iets met deze vrouw gebeurt, dan weet men het. Maar laat het niet gebeuren. Ik vraag de vicepresident via u dat wij alles laten wat er is gebeurd en dat we heel vrolijk verder gaan. Het was een riem onder het hart dat ik hem wilde steken en niet dat wij hier als vijanden met elkaar omgaan. Dank goed. U wel. Dank u wel. Nee, je moet niet tekenen van je. Ja, dus laat de vicepresident inkomen, want in ieder geval zijn zaken niet in de microfoon gezegd, dus we weten niet wat van waar is, maar vicepresident heeft het woord. Dank u wel. Ik ga niks aandoen wanneer iemand zich bedreigd voelt, maar in ieder geval, deze vicepresident heeft niemand bedreigd. Ik weet niet waar iemand zich bedreigd, want iedereen is hier. Ja, misschien die fractieleider daar en het achterlid zelf heeft dat gezegd, maar laat iemand maar zeggen dat ik iemand heeft bedreigd. Meneer voorzitter, we zijn hier in uw geachte college en ik vind het niet correct dat zelf hier in uw geachte college een lid zomaar of ik weet het niet, ongefundeerd mij wil zeggen of de totale Surinaamse volk wil zeggen dat de vicepresident een parlementariër bedreigt. Dat vind ik niet correct, meneer voorzitter. Laat het achterlid me zeggen op welk moment ik haar heb bedreigd. Laat meneer Parmisser, achterlid Parmisser, me zeggen op welk moment ik deze lid heeft bedreigd. Iedereen is hier toch? En dit zijn de misleidingen die van deze kant komen, meneer voorzitter. Dit is een grote misleiding. En mensen die niet weten, meer weten, zou gaan geloven dat het waar is. En dat moeten we uit de wereld helpen. Ik heb niemand bedreigd, we zijn hier, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als ze zichzelf bedreigd voelt, ik weet het niet. Ik heb alleen maar gezegd, dat je bij ons ging. Dat heb ik gezegd. En ik weet het niet. Goed. Ik heb alleen maar gezegd, dat je bent jaloers op die mevrouw. Dat heb ik hier gezegd. Oké, goed. En als ze zich bedreigd voelt, ik weet het niet, maar wat ik hier wil clearen, ik heb niemand bedreigd. Goed, dank u wel, vicepresident. Ik ga dit afsluiten. Het is niet in de microfoon gezegd, we kunnen het niet verifiëren. Ja, we gaan terug naar de orde. Dank u wel, fractieleider. Wie dan ook, ik ga de ruimte niet meer geven aan niemand. Weliswaar ga ik aangeven, lid Sabayo, maar ik rust. Soms wordt de vergadering geleid met een stukje flexibiliteit, maar voor nu is dat niet mogelijk. Dus ik vraag u te houden aan de regels. Goed.